Ja, dan staan we weer met de succesroman De Kunst van het Mislukken. Weer een nieuwe poging. Want Gijs van Westerlaken van Columfilm, die had ook tijd nodig om nog eens over na te denken. Dit en dat. Nou ja, dat is onze stijl niet. Dan gaan we gewoon door. En we zijn hier in Rotterdam bij Bob Visser van Neo Media, VPRO. Films met Dilder gemaakt, Vaandrager, te veel om op te noemen. Een icoon, een Rotterdams icoon in de filmindustrie. Hey Bob. Hey. Dit is de succesroman De Kunst van Mislukken. Ik heb een scenario gemaakt en hier is het script. De Kunst van het Mislukken, de movie. Zo. Nou, ik ben eigenlijk heel vereerd. Ja, en dat is of je het eens bent met het scenario, of het maximale eruit heb gehaald. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zo is. En wanneer moet je dat uiterlijk weten? Nou, binnen een week gaat dat lukken. Ja. Oh, er staan nog letters in de leuk. Kijk, ik heb nog een verrassing. Ik heb al een acteur bereid gevonden om dat kaart te trekken. Dat is niet de eerste, de beste. Ik kan niet wachten tot het doorgaat, dus ik hoop heel erg dat jullie daar geld hebben voor deze film. Met Frank Lambers erbij is het misschien geen mislukking. Ja. Denk dus je hebt er wel zin in. Ik zou zeggen, lees het. Kijk of het wat van je gading is. Ja, nee, zeker. Hé, maar ik zou zeggen, ik hoor het van je. Ja. Bellen? Ja. Oké. Okay. Doe. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay.